Nu gelijke kansen een steeds belangrijker onderwerp is, vragen mensen in de Verenigde Staten zich af hoe rechtvaardig het succes van zogenaamde nepobabies is. Nepobabies zijn de kinderen van succesvolle mensen die vanwege hun afkomst of hun naam ook belangrijke posities innemen. Er wordt dan vooral gekeken naar bekendheden. Ook in ons land wordt inmiddels druk de discussie gevoerd over nepobabies. Zowel Show News als het AD maakten er al een item over. Uiteraard werd bij Show News de naam van Noah Vale niet genoemd, maar het AD deed dit wel. Noah is de dochter van Linda de Mol en de meest besproken nepobaby van ons land. Ook Eva Jinek haalde haar aan toen ze het thema nepobabies besprak tijdens haar uitzending. Ze gaf aan dat Noah Vale als dochter van Linda de Mol en Sander Vale nu sportverslaggever is bij SBS, het bedrijf van haar oom, en dat je zou kunnen zeggen. En dat wordt gezegd dat ze de ultieme nepelbaby is. Veelzeggend was wel dat Antoinette Schulderman een bekende van Linda de Mol ook aan tafel zat om over het onderwerp mee te praten. Ze nam het direct voor Noah op door te zeggen dat Noah iets heel anders doet als haar moeder. Ze presenteert geen showprogramma, maar sport en live televisie. Ik ken haar al heel lang en ze is super gedreven. Eva zegt hierop, nou, heel anders inderdaad. Daar gaat het om. De kans om binnen te komen. Antoinette zegt ja, maar daarna moet je het natuurlijk wel kunnen. Een onzin argument in deze discussie. Eva zegt dat is zo, maar waar nepobaby over gaat is dat het van die begeerde plekken zijn. Moeilijk om binnen te komen, gesloten bastions. En als je een ouder hebt die daarin zit, is het een totaal andere wereld. Dat nepobaby's begaafd en talentvol kunnen zijn is het grootste onzinargument in de discussie. Alleen Antoinette lijkt weinig anders te hebben en blijft voorbeelden aanhalen over hoe talentvol Noah wel niet is. Fantastisch dat Noah zo de hemel wordt ingeprezen, maar de discussie gaat natuurlijk niet over of Noah wel of niet talentvol is. Het gaat erover dat nepobaby's, zoals zij een voorsprong hebben op even talentvolle of misschien wel talentvollere mensen puur vanwege haar achtergrond en achternaam.